standaard zit er namelijk een snelle pen functie op. Je klikt op de menuknop, het schermpje komt omhoog en je kiest voor de pen. Rechts in beeld komt er nu een menubalk met de bedieningsmogelijkheden voor de pen. Die kun je verplaatsen, pak hem even bij de drie lijntjes. Je kiest de penfunctionaliteit, de dikte van de pen, je kunt de kleuren kiezen en je kunt schrijven. Dit kan ik uiteraard ook weggummen. Ik kan dat met de hand of met het pennetje doen. Ik kan ook het hele blad in één keer leegmaken. Er zit nog een extra functionaliteit in. De whiteboard functie. Ik kan hier namelijk bepalen hoe de achtergrond, hoe doorzichtig die is. Tot helemaal wit. En op dit moment heb ik gewoon eigenlijk een whiteboard om op te werken. Deze functionaliteit die werkt ook op het moment dat ik een andere input heb. Als ik bijvoorbeeld mijn laptop kies, dan kan ik door middel van deze functionaliteit schrijven over een website heen. Ik kies weer even de penfunctionaliteit, komt tevoorschijn, de dikte van de pen bepaalt en ik kan nu over de website heen schrijven. Aan het eind kies ik ervoor het kruisje onderin, close the tool. Op deze manier kan ik makkelijk op welke plek dan ook met de whiteboard functie en het snelle pen aantekeningen maken op alles wat er op het scherm te zien is.